Mijn naam is Ad Klaassen van Ad Klaar Kookstudio. In deze video ga ik fondant maken. Fondant is een glazuur. Het wordt gebruikt om taarten en gebak te glaceren. Het wordt gemaakt van kristalsuiker, glucose en water. Doe water en suiker in een sauteuse en breng aan de kook. Verwijder suikerkristallen die tijdens het verhitten aan de wand kunnen ontstaan met een natte kwast. Verwijder met een lepel eventueel vuil dat op de suikermassa drijft. Voeg glucose toe. Doe olie op de marmeren plaat, verdeel dit over de plaat en paletmessen. Verhit de suikermassa tot 115 graden Celsius. Giet uit op de marmerplaat en koel terug tot 35 graden Celsius. Vouw de suikermassa van buiten naar binnen. Blijf dit herhalen tot de suiker wit wordt. Stop als hij wit wordt, bewaar in een bak, maak de bovenkant nat en bedek met plastic folie. Bewaar minimaal 1 dag in de koeling voordat je het verder verwerkt. Verwarm de fondant tot 27 graden Celsius en dompel de friandies in de fondant. Haal langzaam omhoog tot de fondant loslaat.